club. Koploper VVV maakt zich op voor de topper tegen directe achtervolger Volendam. De Venlonaren reizen vol zelfvertrouwen af naar Noord-Holland. Met in het achterhoofd natuurlijk de laatste wedstrijd tegen Helmond Sport. Eerst terug naar dat zinderende duel. VVV herpakte zich vorige week op Helmond Sport na de nederlaag in de eerste seizoenshelft tegen de Brabanders en de eerste nederlaag sinds maanden in de wedstrijd daarvoor tegen Jong PSV. De Venlonaren schoten uit de startblokken. Na kansen voor Promes en Reuzeler was het na 5 minuten al raak. Vito van Krooi profiteerde van geklungel achterin bij Helmond. Hij en Suntjes zetten ook goed druk voorin, iets dat we vaker zien bij VVV. Ja, dat hoort bij onze speelwijze. We willen de tegenstanders zo snel mogelijk onder druk zetten. Dat zie je volgens mij in alle wedstrijden terug. Met name Vito is daar natuurlijk, door het opportunisme wat hij in zijn spel legt, heeft hij al vaker dit soort bijna goals gemaakt. Tegen de Graafschap bijvoorbeeld kwamen we uit de rust en zo'nzelfde actie. Ja, en nu was het dan wel succesvol. Dus dat heb je gezien dat we dat vaker doen. Toch wist VVV de voorsprong in de eerste helft niet verder uit te bouwen. In de rust spoorden Stijnse spelers daarom aan om nog meer druk te zetten. Ja, ik vond dat nadat we iets te weinig de druk erop hielden. Ik vond dat we Helmond Sport iets meer ruimte gaven om te voetballen. We werden niet heel gevaarlijk, maar kregen wat meer grip. We kwamen niet echt in de problemen de eerste helft. Dus ik heb in de rust aangegeven dat we gewoon nog hoger onder druk moesten zetten. We moesten die spitsen uit de 16 houden. Ze hebben toch 2 lastig te bespelen spitsen. Ja, en dat hebben ze vanaf de 46e minuut uitstekend gedaan. Elke bal terug op de keeper hebben we doorgejaagd. Daarna pakten we alle duels. En dat leverde uiteindelijk een geweldige tweede helft op. De boodschap van Stijn kwam dus aan. Na de pauze ging VVV zo mogelijk nog flitsender van start dan bij aanvang van het duel. Suntjes stuurde Slegers weg. De Helmondenaar in Venlose dienst kapte zijn tegenstander uit en schoot de bal met links binnen. Daarna werd Helmond Sport overrompeld met 4 goals in 10 minuten. Promes kopte uit een corner van Leemans steenhard raak. 3-0. Invaller Rutte leverde een afgemeten voorzet af op Suntjes die met het hoofd afrondde. 4-0. Diezelfde Suntjes bereikte met een mooie hakbal Leemans. Met een geplaatst schot maakte die vervolgens de 5-0. Aanvoerder Post ging nog eens op avontuur en met succes 6-0. Het slotakkoord was vlak voor tijd voor invaller en Arsenal-huurling Zalalem. En zo won VVV met 7-0 en waren er 7 verschillende doelpuntenmakers. Iedereen lijkt te kunnen scoren bij VVV dit seizoen. Ja, we zijn niet meer zo afhankelijk van de doelpunten van Ralf zoals vorig jaar. Ralf die wel zijn doelpuntje meepikte en geweldig speelde, 3 assist. De focus ligt nu veel op Ralf, waardoor andere spelers daar ook van kunnen profiteren. Nou, je ziet dat wij ook middenvelders hebben die doelpunten kunnen maken. Daar schortte het in het verleden ook nog wel eens aan. Volgens mij heeft Leemans er nu ook 6 of 7. Nou, als die zo doorgaat, komt hij misschien ook wel op 10 doelpunten. Nou, dat is lekker dat je weet dat je niet afhankelijk bent van 1 of 2 mensen. En dan mis je zelfs Opoku nog. En dan hadden we Opoku nog niet eens in de ploeg. Dus dat was ook wel mooi dat we die nog een week extra rust konden geven. Ja, eerste helft stond het 1-0. We gaven niet veel weg, maar stond pas 1-0. En dan ga je de tweede helft in en maak ik direct de 2-0. Ja, en daarna gaan ze achter elkaar er allemaal in. Ja, dan is gespeeld en dan denk je ook bij elkaar van, wat is dit nou? Maar ja, als het dan 4-5-0 staat, dan voetbal wel lekker. Ja, ook belangrijk dat jullie op deze manier herpakken na de nederlaag sinds tijden dan weer die je tegen Jong PSV oploopt. Ja, klopt. Ja. Dat was een puntverlies en we zeiden snel vergeten, zoiets kan gebeuren en we staan nog veel punten los en we moeten gelijk weer de draad oppakken en we laten zien te gaan om sport en dat hebben we goed gedaan, vind ik. Enig smetje op de wedstrijd tegen Helmond waren de gele kaarten voor Post en Vito van Krooi, waardoor zij de wedstrijd tegen Volendam moeten missen. Stijn neemt beide spelers niets kwalijk. De kaart voor Post was volgens hem zelfs onterecht. Ik heb wel het idee dat er echt met argusogen op hem gelet wordt. En vind ik niet terecht. Dus er zitten echt wel een aantal kaarten bij die ik discutabel vind. Maar goed, dat is ook een beetje in zijn spel opgesloten. We wisten dat hij op scherp stond, dus dat was jammer. Nou, de kaart van Vito,
Ja, hij is niet handig, maar ook dat hoort ook een beetje bij zijn karakter en bij zijn spel. Dus daar dupeert hij zichzelf mee, daar dupeert hij de ploeg mee. Maar ja, weet je, dat soort spelers brengt een ploeg ook heel veel. De agressie die ze hebben, het opportunisme die ze hebben, wat ze hebben. Dus ja, ik calculeer in dat zij soms op het randje spelen en daardoor wel eens een kaart pakken. En dat is het type spel. Dat is ook het spel waar ik van hou. En dan moet je in het geval van hun moet je op de blaren zitten voor de wedstrijd tegen Volendam. Door de overwinning blijft VVV 4 aan kop in de Jupiler League. Door de puntendeling tussen Jong Ajax en MVV deze week werd de voorsprong zelfs nog groter. Belofte uit Amsterdam volgen nu op 6 punten. Een van de opvallende spelers bij VVV is op dit moment Joey Slegers. De aanvaller kwam vlak na de competitiestart op huurbasis over van NEC. Hij kwam naar Venlo om te spelen, maar voor de winterstop moest hij regelmatig genoegen nemen met een plaats op de bank. Een lastige situatie voor Slegers, maar wel een waar hij uiteindelijk sterker uitkwam. Ja, gewoon iedere dag niet treuren en gewoon van je eigen kwaliteit uitgaan en dat blijven laten zien. En niet aan andere dingen gaan denken of heel andere dingen gaan doen, maar gewoon wat je zelf heel goed kan, daar dichtbij blijven en dat blijven doen en dan komt dat snel naar boven. Toen Joey kwam hadden we 3 gespeeld, 9. En ik heb gezegd dat hij op zijn moment moest wachten. Nou, die momenten zijn er gekomen. Nou, daar is hij niet overtuigend genoeg geweest. Kwam ook bij dat Torino het wel ook gewoon goed bleef doen. Dus ik heb met beide gesproken en gewoon gezegd van, nou ja, ik ga per week bekijken wat voor type ik nodig heb. Jullie doen zo weinig voor elkaar onder, maken doelpunten, kunnen bepalend zijn. Nou, en uiteindelijk zijn we tot een formatie gekomen dat ze beide aan het spelen komen. En je ziet Joey op dit moment opbloeien en je ziet hoe belangrijk hij nu voor de ploeg is. Winnende goal tegen Eindhoven vlak voor de winterstop deed hem hartstikke goed. Daar was ik ook echt oprecht super blij mee voor hem. En daarna heeft hij het hartstikke goed opgepakt. Dus ik zie de Slegers weer die ik bij Eindhoven zag. Wat is jouw doel? Ik neem aan kampioen worden met VVV, maar daarna? Ja, eerste stap is natuurlijk kampioen worden met VVV en promoveren naar de Eredivisie voor deze club. En dat is het mooiste eerste doel. En ja, daarna zie ik er nog wel. Er zijn verschillende mogelijkheden. Ik kan terug naar NEC. En ik weet niet wat VVV misschien wil, dus we zullen het zien. Daar wordt nog niet over gesproken op dit moment? Nee, op dit moment nog niet. Ja, de trainer heeft aangegeven dat ik een speler ben die ik graag zou willen behouden. Dus ja, dat heeft hij wel vanaf het begin al gezegd. Als we zouden promoveren. Dus. En jij hebt het naar je zin in Venlo op dit moment, denk ik? Ja, op dit moment heb ik het zeker naar mijn zin. En als we kampioen worden, dan is het zeker een optie misschien. Vrijdag staat dus de topper in en tegen Volendam op het programma. Voor VVV ook de mogelijkheid om de voorsprong op de directe achtervolger weer op te voeren naar 11 punten. VVV verloor thuis in de Koel eerder dit seizoen met 0-1 van de Palingboeren. In eigen huis verloor Volendam dit seizoen pas 1 keer, dat was eind augustus tegen Emmen. Nou, dat is natuurlijk een topwedstrijd, een topaffiche tussen de koploper en degene die buiten Ajax daar heel kort achter zit. Twee ploegen die weinig, vind ik, mutaties hebben. Ik denk dat dat ook de kracht is van Volendam. Ze spelen al lang met dezelfde spelers. De trainer zit er al wat langer. De jongens die ze daarbij hebben gehaald, dat zijn prima aanvullingen op de selectie. Dat vind ik bij ons ook. Nou, daar zie je dat er ook stabiliteit heerst. Goed voetballende ploeg die ook altijd willen aanvallen. Dus ja, ik verwacht een hele open wedstrijd morgen. En daar zal op het scherpst van de snede om de koppositie gespeeld gaan worden morgen. Nou, is dit jullie laatste concurrent in de titelstrijd of niet? Nou nee, want ook MVV vind ik nog steeds dat die een uitstekend seizoen hebben. Ajax die weliswaar niet kan promoveren, maar wel de titel kan pakken. En op het moment dat wij morgen de wedstrijd verliezen, ja, dan komt Volendam op 5 punten. Ja, dan is het allemaal weer heel dicht bij elkaar. Dus iedereen schrijft ons al weken naar het kampioenschap. Maar ja, dan moet je wel de wedstrijd morgen binnenslepen. Want anders is het allemaal, maak het jezelf, kun je het jezelf onnodig lastig maken. Ik denk dat Volendam dit de laatste kans ook voor hun is, denk ik. Als ze winnen, dat ze nog meedoen. En als wij zouden winnen, dan denk ik dat we echt goede afstand doen van alle concurrenten. En dat we goed door kunnen gaan met ons team. En dan kan het niet meer misgaan?
Ja, ik zeg nooit nooit, maar ik denk dat wij sterk genoeg zijn als ploeg dat we die voorsprong wel kunnen bouwen. Bij VVV keert Opoku morgen weer terug in de ploeg na een blessure. Post en Vito van Krooi zijn er dus niet bij vanwege een schorsing. Dekker viel geblesseerd uit tegen Helmond. En ook vandaag haakte de rechtsback voortijdig af op de training. Zijn wel of niet meespelen speelt voor Stijn een rol bij de vervanging van Post op het middenveld. We hebben daar verschillende opties. Selalem kan daar spelen, Reserveur kan daar spelen, Slegers kan daar spelen en Resina in de ploeg brengen. Dus ik heb verschillende mogelijkheden, maar ik moet eerst kijken hoe Tristan eruit komt. Ja, je noemt hem al eventjes, Selalem. Zou het zomaar kunnen zijn dat hij gaat starten al? Ja, dat kan. Dat heb ik gisteren getraind en dat heeft hij naar behoren gedaan. Dus dat kan. De jongen is sterk, is fit, is er klaar voor. En het maakt een steeds betere indruk. Weten inmiddels hoe we willen spelen. Dus dat kan zeker dat hij gaat starten morgen. Ook nog een bijzonder tintje voor jou aan deze wedstrijd. Weet je waar ik op doel? Nee. Je 100ste competitiewedstrijd voor VVV. Oké, okay. Dat is mooi. Nee, dat wist ik niet. Dat gaat snel, hè? Heb je niet bijgehouden? Nee, dat heb ik niet bijgehouden, nee. Nou, mooi. Laten we maar hopen dat we dan dat kunnen vieren met het binnenhalen van de periode. En Volendam nog verder op achterstand zetten. Volendam VVV eindigde de laatste drie seizoenen steeds in 1-1. Vorig seizoen leek het duel in 0-0 te eindigen. Tot Vito van Krooi in de 88ste minuut de score opende. VVV dacht vervolgens met 3 punten naar huis te gaan. Maar die droom werd anderhalf minuut later om zeep geholpen door een tegendoelpunt van Ties Evers.